Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Met iets vlogs! Ja, het is vandaag zover. Vandaag komt iemand die jullie eigenlijk niet zo heel vaak zien in de vlogs. En die komt vandaag om 11 uur, komt ze hier zo bij mij thuis. En dan gaan we als het goed is naar Varzel. Om te kijken of we daar kunnen komen, zeg maar, met twee personen op één fiets, ja. Het is zo, twee personen op één fiets. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat komen. Maar goed, eerst maar eens even naar de studio. Zo, en dan gaan we even kijken of Elmo al wakker is. Hey! Je bent dus ook al wakker. Goedemorgen, Elmo. Hallo, goedemorgen. Was je ook weer wakker? Was je ook weer wakker? En ik zeg goedemorgen. Wereld, goedemorgen wereld. Oh, wat een dag weer. Om goed wakker te worden. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik ook. Zeker weten. Een mooie dag om weer lekker wakker te worden. Dames en heren, ik heb straks een superleuk idee. Als die persoon dadelijk komt, ga ik haar laten schrikken. Ja, ik ga haar laten schrikken. Ik zal zo hier eventjes het statief opzetten. En dan ga ik haar zo ontzettend goed laten schrikken. Ik ben benieuwd of ze daar in gaat trappen. Ik ben echt sowieso benieuwd. Doe vast een blauw duimpje omhoog, want ze kan elk moment komen. Dus over een paar minuutjes, dan kan ze al komen. Dus ik ben benieuwd of ze inderdaad gaat schrikken. We gaan het zien. A few moments later. Kom weer. Hallo. Ja, hallo. Kom op binnen. Zo, de eerste beelden van Monica met Elmo. Wat is zo schattig als Poekie, alleen ondeugende. Dat doet niet zo. Nee, was te laat, ik heb geen vis meer. Nee, ik heb vis meer. Ruik je naar vis? Ja, mijn vinger ruikt naar vis. Ik heb vis naar haar niet, maar het is gaat niet van die twee katten die willen meteen van die andere vis hebben. Dus ik moet altijd mijn voedsel delen met de katten. Oh, dat is lekker. Nou, de plannen zijn een beetje gewijzigd. We zouden naar Varzel gaan, maar weet je, het is aan de ene kant voorspellen zo slecht weer vandaag. Dus we dachten van, weet je, we doen het gewoon anders en we gaan gewoon een keer lekker thuis blijven. Maar we gaan eigenlijk ook wat anders leuks doen. En het, samen met Monica, die heb ik als goed ook al een keer in de vlog gezien. Dus dat wordt wel superleuk. We gaan eerst maar eens even naar de winkel, even wat eten halen, want het is natuurlijk wel belangrijk om goed te eten. En dan gaan we kijken, of tenminste wij niet, gaan jullie kijken wat we gaan doen. Dus tot zo. Dag. A few moments later. Kijk, ben ik niet knap? Nee. Happy birthday! Ja, eigenlijk mogen we dan zoiets doen. Wat wil je doen? 26 en dan ophangen. Maar ik weet namelijk niet hoe je die op moet blazen. Ik denk dat jullie dat wel weten. Oh, dit is ook zo lekker fout. Ja, ik weet wel hoe je die op moet blazen. En dan wou ik eigenlijk bij hem dan neerhangen. Dit lijkt me ook wel serieus een keer leuk om te doen. Gewoon zo'n helium. Ik weet namelijk niet hoe je dit op moet blazen. Wat dat? Gewoon met de mond. Maar ik bedoel dit. Gewoon een keer gewoon een video maken dan met helium en zo. Het schijnt best gevaarlijk te zijn, maar ah, voor een keertje moet geen kwaad, denk ik. Ja. Toch? Pastel. Oh, deze had ik vroeger altijd. Ja, die had ik ook. Die was geniaal, hè? Ik had ook echt een heel grote discoball op mijn slaapkamer op zolder. Ja, die was echt geniaal. Maar die erop schijnt nou echt. Of deze kreeg ik vroeger altijd van mijn verjaardag.
Of als ik na een operatie niet was geweest, dan super geniaal. Ja. Oh my god, serieus? Wat is dit dan weer? Ja. Gadver... Wat is dit? Oh my god. Nou, we waren zojuist even naar de winkel om boodschappen te doen. En ik moest daar een action in omdat voor mijn tekende thema Halloween ik heel veel zwart nodig heb. En anders had het stip te gaan doen dit jaar op. We gaan naar buiten. We wisten al dat het regende. Maar ja, we zaten in één keer de plaats buiten. Ze zien er zo uit. Lekker. Dus nu willen we gauw naar binnen. Ik ben blij dat ik droge kleren mee heb. Moet je kijken, dames en heren. Het plens, jongen. Nou, niet normaal. Gaat ze nou serieus in het zwembad zitten ook, hè? Ben jij wel helemaal goed? Oh, 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 oh. Woe! Ja, gooi het aan, meneer. Nou, kom, laten we gaan binnen. Ja, dat zou ik ook zeggen, nou, eens, ja. Zo, ben mijn klet. Helemaal klet en nat. Waar komt dit vandaan, man? Handdoek. Zo, hé. Pak je even een handdoek. Nou, nu ging het wel echt goed hard, hoor. Zo. We moesten serieus het waren net in de winkel. Ik moest echt als een speerman op de fiets pakken. En zorgen dat we hier naartoe kregen. Iedereen op de weg stond uit te lachen. Niet te geloven. Ja. Handdoek. Oh, even. Oh, die zal ik over. Zo. Oh. Wat vind je ervan, Elmo? Hè? Ja, jij vindt het wel lekker, hè? Een beetje koelen. Ja, hè? Het is lekker droog hier binnen. En wij moesten lekker net een natte regen in. Dank heel graag. Oh ja, Monica wou nog even een foto maken hoe ze buiten in het zwembadje staat. Na dit weer. Ja, mensen, ik wil je dat verklaren nou voor gek. Nou, neem jij een fotomobiel mee? De fotomobiel? Je wil wel de mobiel? Moet ik de fotomobiel meenemen, ja? Ja. Daar gaat ze dan hoor, dappere dodo. Oh, 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 oh. Mevrouwtje met het zwembadje. Jongen, jongen, jongen. En ja, dames en heren, hier zijn ze dan, de foto's. Nou, ik denk dat dit voorlopig wel eventjes de 30 graden was voor dit jaar. Ik weet niet of die nog gaat terugkomen. Wat een ellende zeg. Echt wel. Tijd voor een lekker broodje. Nou, jij ziet hier zo'n kleertjes. Even kijken. Tijd om even een lekker frikandellenbroodje te eten. Even een... Even kalm. Ja, ik ga me heel even omkleden. Nou, we gaan sowieso maar even niet naar Varssel. Nu al helemaal, nu even niet. Tenminste, misschien dat het straks nog lukt, maar... Ik ben er bang voor. Het zou namelijk flink gaan stormen. En om met dit weer nou echt op de fiets te gaan zitten... Geen pretje. Nou, ik moet dus even de koolafjes op gaan maken. En deze begon echt enorm te spuiten. Dus ik ben benieuwd wat deze gaat doen. Gaat deze ook spuiten? Daar was ik al bang voor. Allebei aan het spuiten. Ik ga nou. Mijn broodje eten. Nou ja, ze zijn in ieder geval open. Ja, dames en heren, aangezien het zo buiten zo ontzettend slecht weer is, gaan we maar eens even wat oudere beelden terugkijken. Het is buiten nog niet heel erg lekker weer, dus ik weet niet of we vandaag nog weg kunnen. Het zal er aan hopen, denk ik. Ik zal buienrijden goed in de gaten houden. En dan gaan we kijken of we inderdaad nog naar Vaarsen of Vals. Hoe zeg je het dan weer? Vaarsel kunnen gaan. Ik weet niet of het ver gaat lopen. Want ze zeggen dat het om 6 uur precies gaat regenen en gaat onweren. Maar goed, voor nu, het zonnetje schijnt nu wel. Dus ik weet niet hoe het is vanmiddag. Dus gaan we nu gaan het even in de gaten houden. We gaan nu gewoon even lekker naar de oude vlogbeeld kijken met Monico. Dus ik zou zeggen, de studio in. Precies, ja. Daar zitten we dan, in de studio, dames en heren. Nou, we gaan vandaag dus, laat me zo zeggen, een paar oude beelden terugkijken. Van TV Achterhoek, nou ja, dat is nu namelijk... Het voormalige naam TV Achterhoek, ja, inderdaad. Dus nu met die vlog, natuurlijk.
Laat me zo zeggen, jullie kennen mij hoogwaarschijnlijk allemaal van Horror TV. Die beelden gaan wij namelijk niet bekijken. In verband met, laat me zo zeggen, andere mensen. Andere mensen die we niet graag terug willen zien in deze video, om zo te zeggen. Laat me zo zeggen. En dus wij beginnen bij, natuurlijk heb ik ook wel andere dingen wel gepresenteerd, zoals de Pink Paaster of wat dan ook, of Paaspinkster optocht of zo in Noordwijk. Ja, dat is ook weer, dat is in 2016 geloof ik, de Pinkster optocht, ja, klopt. En met de paasvuur, die komt ook niet terug, want ja, dat, die gaan we ook niet laten zien. Als jullie willen bekijken, dan kunnen jullie altijd naar Mitchie's vlog heen om te bekijken. En wij zijn sorry. Ik kan weer één niet normaal doen. Wij gaan natuurlijk naar van 2017. Jullie kennen dat waarschijnlijk nog. De Wrangebult. In Hummelo. De Ghost Hunters. Daar hebben wij 5 afleveringen gemaakt. Het is nu denk ik al een jaar geleden. En dan was het ook zo slecht weer. Dan samen met Tessa waren in Bos. En wij gaan even paar van die beelden terug bekijken. En daarna, met jullie. Met jullie samen. En natuurlijk gaan we na de tijd terug naar wat vlogs. Dat is dus even terug in de tijd met de video's, om het zo te zeggen. Ja. Dat dus is wel natuurlijk 2018. En we zitten nu in augustus. En het is dan. Augustus. We zitten al bijna over zoveel maanden. Zitten we in 2019. En jullie kennen me natuurlijk, even voor duidelijkheid, met heel lang haar. En ze zijn natuurlijk een heel stuk korter, dus. Ik zeg, laten we gaan beginnen met Ghost Hunters. Oh ja, dit. De Wrangebult. Horrorplaats de Wrangebult. Volgens mij bestaat het nog steeds. Ja, duizendvormig. Goedenavond, welkom bij Ghost Hunters. Goedenavond, ik ben Monica welkom bij Ghost Hunters. Jullie kennen me waarschijnlijk nog wel van Horror TV, seizoen 1. En ik ben vanavond de komende TV seizoen Achterhoek. Ben ik weer terug bij het Galgenberg hier in Hummelo. En we gaan vanavond een kijkje nemen bij de prachtige bos. Waar blijkbaar lijkt te spoken. En we zijn heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Ik heb een briefje met belangrijke informatie gekregen van een van de leiders. Die ons wat verteld heb heeft. Heb je niet meer dan? Opgeschreven. Dus dan gaan we straks kijken of het werkelijk waar is. En zo te zien, we hebben gehoopt dat we vanavond mooi weer hebben, maar het regent helaas. En ik zou zeggen, veel kijkplezier. Of kijkplezier, dat is wel gelijk. Kijkplezier, ja. Nou, hier lopen wij we lopen hier dus namelijk op het pad van de Galgenberg, als je kunt zien. En ik zal heel eventjes kort wat dingetjes vertellen wat de leiding hiervan gegeven heeft. Ja, zodat jullie een klein beetje weten waar het over gaat. Dan gaan we. Aan de grens tussen Hummelo en Keppel verrijst te midden van een bos, een akkermaalshout, een heuvel begroeid met zware beuken, door een breed pad verbonden met 2 diepe kolken, de Witte en de Zwarte Kolk. Dit terrein is zeer belangrijk in de historie van Hummelo en Keppel. De Witte wieven hier hun tenten opzoeken. 'S Nachts klokslag 12 reizen ze op uit de kolken in slepende witte gewaden. Dat is op zich wel heel gaaf. En om deze weg moet het gaan. Ik zie de diepte al. En wat staat op de pad eigenlijk? Huurloos. Oh, je kon het spannende muziek ook. Allee. Ik weet niet wat dat moet betekenen. Maar we gaan het vanavond zien. Lopen jullie met ons mee? Het was nog zo slecht weer. Net zoals nu. Kijk, die 2 kringen. Dat lijkt een oog en dat is een mond. En ik hoorde net letterlijk koeien en grommel. Maar mij ook echt. Ik zie gewoon echt letterlijk. Gewoon. Hier, daar nog meer. Oh jezus, zag ik iets heel raars. Een hand. Daar! Zie je dat niet dan? Ik zie dat gewoon letterlijk een hand. Ja, en dan lijkt het letterlijk, echt letterlijk geen geluid, man. Ik hoor gewoon echt letterlijk geluid even die kant afkomen. Ja, hoor ik ook. Ja, daar! Ergens. We waren toch wel heel bang. Ja. Ik hoor letterlijk geluid vandaan komen. Iets met de koel en iets met de brand of zo, moest het zijn. Bij mij was het heel graag vorig jaar. Ik ga me toch niet vertellen dat jij dat niet hoort? Hoor je dat goed?
niet? Ik lijk me echt een gek geworden te zijn. Maar ik hoorde van alles zacht en alles. En jullie schoenen zouden gaan zijn. Ik weet niet waar je het over hebt hoor, maar het zou lekker gek zijn. Dat was je ook toen. Nee, maar ik nog. Hoe werkt die kat op dit moment? Nou, regen en regen en regen. Die kant. Hé, hey, zie je hem nog gewoon te grapen? Ja. De plaat. En hier. Nou, letterlijk als ik die kant uit kijk. Hier. Niet echt, maar aan die kant dan kijk je, het voelt meer die... Ik kan het letterlijk lukken wat we terug te zien vond, hè? Ja. Ben ik al gek geworden, ja. Al die oude beelden, zullen je ook vloggen, dus gewoon vlog terugkijken en dan denk ik, heb je dat ooit gemaakt? Ja. Toch wel bijzonder eigenlijk. Ja, dan mis je je verrassing, ja, in je oude... Wat zie je? Ja, heel de tijd, maar ik vind dat veel anders te zien in de video's. Als ik die kant op kijk, dan voel ik heel erg een trilling in mijn ogen. Dat is het. Nou ja, het regent nog steeds ontzettend hard, dus eigenlijk wil ik die muts van mij weer opzetten, heel graag. Dus ik zet die muts op. En ik vind het echt heel erg eng. Ik kijk heel even die kant op, die boom. Ja. Maar ik durfde niet naartoe gaan, maar ik wilde wel naartoe gaan, want ik zie een soort meisjeachtig iets daar. Maar het kan mij liggen dat ik gek geworden ben, maar echt letterlijk, dat was ik meen het. Dus, joh. Maar, dat was gewoon de figuur in loop de jullie wel met me mee? Ik niet alleen hoor. Loop jij naast mij? Nou, dat is wel vaak. Zo was I know, ja. Oh ja. Ja, dat was wel weer. Lijkt me die jongen dan, die met elkaar stond doen bij die bom, wat ik in ieder geval zag. Maar ja, bij deze wil ik graag de eerste aflevering van Ghost Hunters sluiten. En we wachten een beetje totdat die verschrikkelijke onweer voorbij is. En veel kijkplezier bij de volgende aflevering. Ja, precies. Laten we maar eens even overgaan naar wat vlogs. Dus misschien net wat leuker. Ja. Oh nee, wacht. We moeten dat ene stukje nog hebben. De laatste waarvan die lamp eruit viel. Volgens mij, als ik het goed heb, is dat... Aflevering 5 of 6. Even kijken. Aflevering 4. Dat gebeurt zijn. Nou, als het goed is, moeten we deze aflevering dus zien dat we ergens op de vangenbult zijn en in één keer dat licht uitging. Er gebeurden hele rare dingen. Maar het licht van zijn camera ging in één keer uit en thuis ging de vlog in één keer weer aan. Om groot, om klein te houden, je weet dat ik altijd een grote camera had. En die heb ik dus met een grote, hele grote camera verlichting opgezet. Wow, yo! Wow, yo! Niet geschikt voor kleine kijkers dus. God, ik schrok me rot. En het is gewoon een filmpje van mezelf, hoe kan ik daarvan schrikken? Nou, welkom bij Ghost Hunters, aflevering 4. Ik ga jullie een kleine mededeling, wat helaas voor jullie is, aankondigen. We gaan dus niet naar die heksenplassen heen. Hier het gebeurt, is hier al heftig, ja, genoeg. Die stenen is verschrikkelijk. En we worden hier al duizelig. Eén voelt het andere dan het andere. Oh my god. De camera, zetten we stil? Er ligt dus... Zie je wat? Ik ben aan het praten en zo in één keer, ja, je ziet dus het licht op mij en zo in één keer ging hij uit. En Mitchell zat totaal niet aan zijn camera, totaal niet. Hier, let op, 1, 2. Je ziet jouw gezicht ook in één keer. Het licht is namelijk net uitgevallen van camera. Fuck. En ga niet weg. Dit is mooi geweest, jongen, kom op. Tessa viel al bijna flauw, ja. En als je even heel goed bekijkt. Eén voelt het andere dan het andere. Twee. Kijk. Waarom is je camera uit? Schroep op het licht is namelijk net uitgevallen van camera. Fuck. En ga niet weg. Dit is mooi geweest, jongen, kom op. Nou, we zetten hem even op pauze. Dit gaat. Want. Kijk.
was natuurlijk om aan te kondigen, ja, dat wij dus in aflevering 4 dus niet naar die zwarte kolkening gingen, want het begon al donker te worden. En natuurlijk is het leuk in het donker, maar we voelden ons daar al niet goed en er gebeurde van alles. En op dat moment was ik gaan praten, leuk, dit en dat. En hij had de hele tijd al ergens last van. Dus we denken dat we gek zijn. Maar ja, hij zat totaal niet aan zijn camera. Echt totaal niet. Tja, ze zat nergens aan. En ik stond er en er was verder helemaal niemand bij ons. En het enige wat gebeurde was dat de camera... Uitviel. Uitviel, of laat maar zeggen, licht viel uit. Camera licht viel gewoon echt uit. Terwijl niemand eraan zat. En we kregen hem ook niet meer aan. Echt totaal niet meer aan. En we zijn niet gek dan, als dat in één keer gebeurt. Maar ja, het viel gewoon uit. Ik schrok me kapot. En hij ik in één keer van, waarom is jouw camera uit? Dat zag je ook gewoon zo mooi. Je zei het ook zo grappig. En jij, shit. Mitchell, waarom is je camera uit? Camera. Shit, shit. Mijn licht, alles is uit. Toen kwamen we thuis. En toen deed hij weer aan. En alles deed het weer. Dus ja, we hebben natuurlijk wel heel lang staan wachten, daar ging spuiten. Want voordat we weer opgehaald werden. Maar dat was voor ons echt het druppelpunt dat wij echt zoiets hadden, nou, doen niet meer. Nou, laten we verder kijken. Oh, ja, ja. Je was alweer zover. Ja, dat is, ja. Maar letterlijk even helemaal verslag. Was even aan het aankondigen dat we dus niet naar die water of naar die heksenplas heen gingen. En in één keer plotseling licht, volledig licht van mijn cameraman, camera uit. En ik probeer hier nu weg te gaan. Als staat ook een beetje op met de schoenen. Dus aanmerken. Ja, we moeten daar nog niet verder van tussen zomer. En het was steeds donkerder. En we hadden niet genoeg licht meer. We hebben nu noodlichtje aan. Maar het is niet grappig nu. Nou, deze het is de pikken donker hier. Ik ben ontzettend nachtblind. Net zagen jullie in één keer dat ik schort dat licht uitging. Van mijn cameraman. We gaan dus nu op terug. Hier naar de uitgang van het bos. Net als we dat redden. En bij deze wil ik graag aflevering 4 afsluiten. En dan zien jullie dus dadelijk al weer bij aflevering 5. Nou, ciao! Nou, we blikken dus eigenlijk in de laatste aflevering terug op het seizoen. Ja, we hebben een aantal overgeslagen, maar aflevering 4 was wel echt de heftigste natuurlijk. Eén voet het andere aan het andere. Ja, zeker terugblik. Waarom is je camera uit? Het licht is namelijk net uitgevallen van camera. Fuck. En hij stopt het ook nog aan. Jongen, kom op. Ik ga op jij. Hey, wij filmen? Ja, hij nou, bij deze wil ik graag aflevering 5 aankondigen. En als jullie met me meelopen naar deze pad uit, dan zal ik jullie zo dadelijk vertellen over aflevering 5. Gaan jullie mee? Nou. Nou, welkom bij Ghost Hunter aflevering 5. Ik ben Monica, mijn co-host. En zoals jullie me al in de vorige 4 afleveringen hebben gezien, is er heel wat gebeurd. Ik ga een klein beetje vertellen wat er hier gebeurd is. We zijn gebracht door een hele lieve man met de taxi. En toen begon het in één keer keihard te regenen, dus hebben we gaan schuilen daar. Nou, bij deze ben ik goed voorbereid, aangezien die andere twee mijn collega's niet. Ik heb besloten om het bos in te lopen. Geweldig. Dan heb ik nog een klein stukje voorgelezen wat er zou kunnen gaan gebeuren of wat er was. Nou, we lopen hier dus namelijk op het toen was het nog licht voor het donker werd. En ik zal heel even wat dingetjes vertellen wat de leiding hiervan gegeven heeft. Nou ja, ja mij. Zodat jullie eind augustus, een beetje wat opgaat. Begin september. Gaan we. Aan de grens tussen Hummelo en Keppel verrijst te midden van een bos, geloof ik. Een akkermaalshout, een heuvel begroeid
begroeid met zware beuken. Dat kan het door wel een leegpaas zijn vorig jaar. Met twee diepe kolken. Het was het al wel lang geleden. En vogels zijn we bos in gegaan. Een paar keer, één keer erin, tweede keer erin. En ik voelde al verschillende dingen. En op een gegeven moment zijn we weer teruggegaan omdat we mensen zagen lopen. En we hebben dus namelijk dus een man geïnterviewd. Hij zegt dat het dus niet spookte, maar dat hebben we gemerkt. Ik zeg, we zijn verder gaan lopen. Job was bezig met zijn sleutel. We zijn in het huis van... Job was namelijk zijn sleutel kwijt, dus hij dacht ik ga even mijn sleutel zoeken. Ja. Zit hij in zijn zak. Weer net hetzelfde momentje als laatst, op het strand in Hamburgplas. Hamburgplas. Dat was een telefoon kwijt. Het is echt een prutsje. Het is alweer net zo erg. Oh, echt. Dus dit is een vrouw, die vergeet ook alles vaak. Ik wou zeggen, vrouwen vergeten ook alles altijd, maar... Het mooiste moment was met poep. Dat staat dus ook. Dat staat ook. Ja, mijn kat. De kat van Erik, maar het is mijn... Ah, daar zitten ze dan. Knabbel en babbel. Knabbel en babbel. Hey joh. Oh, hartstikke leuk. Hartstikke leuk, man. Lekker allemaal door je vliegen hier. Toen was ik nog aan het komen. Speciale glaasjes gebeuren. Lekker, hè? Nee. Bah. Oh, nee. Je hebt nog niet uitgetest. Heel flauw. Zo, nou, we gaan ondertussen gezellig even lekker eten. En Job, die wou het alweer bijna verpesten. Die wou niet alles op de grond gaan gooien, serieus. Ik heb gezellig met Monika. Heb gekookt? Ja. Nee, dat heeft ze voor het huis gedaan. Ja. Ik sta gezellig. Oh nee, ik zit naast een gezellige pot saus. Baksaus. Ik zit naast een gezellige pot saus. Ze zijn er bij de hand hier. Nee. Eet smakelijk. Bij de eitjes staan bij het pitje. Wel andere pasta's normaal, met allemaal van dat groente en zo. Nou, schep op, prutsen. Ja, schep op, prutsen. Net, ja? Nee? Net kon je ook je handen niet laten. Het moet wel allemaal op, hè? Ja, Job, alles moet op. Hakkenhorn is toch altijd heel leuk. Ja, Job, alles moet op. En dat remt ook nog eens een keer. Speciale pasta schep hiervoor. Nou, dat was ook op een moment. Dat is voor spaghetti. Ja, maar dat valt ook veel meer. Wij moeten gewoon samen proberen om dat vieze rode spul uit de witte jurk te krijgen. Hij is niet niks een prutser. Zonder. Ben jij de grootste? Want die had ze net niet. En dan zegt hij, oh nee, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt wel uit. Kleding moet je schoon, moet je voorzichtig mee zijn. En ik weet dat Tessa deze video ook alweer gaat kijken. Dus ja, Tessa, voorzichtig zijn met je kleding. Of dan gaat het op een rok of om een jurk of om een broek. Gewoon voorzichtig zijn met je kleding. Nou ja, laat maar zo zeggen, wees blij. Tessa, dat je het eruit hebben kunnen krijgen met het rietje wassen. Ik heb ook niet uit. En dat je jurk voor mij aan mocht. Knalgeel. Kijk, dat is onze Pookie. Ooit een kat zien spelen met een tas. Dat is Pookie. Nou, ga ik helemaal blij? Poepie! Ja, kijk maar waar het op kotten. Er zou wat drugs in zitten. God. Het was echt weer een grapje van je vriendje. Dus wat heb je allemaal ingestopt? Drugs in. Camera's! Ja, de camera is ook echt een drugs. Ga je in die camera zitten? Ja, wat heb je in die camera zitten dan? Ga er maar eens bij even bij omdraaien. Hij doet het nog niet. Ja. Ja, Tessa, gaat je tas? Hey. Ga er niet aan buiten, hè, Poekie? Ja, nu gaat de poot erin. Oh, jij gaat nu weg. Ja. Ja, dan gaat hij weg, ja. Oké, kom maar. Ja. Waar is hij nu? Daar zit hij hier drinken. Die plat hier, gisteren hier van de week. Volgens mij zit er een vlieger hier drinken. Echt mooi. Welke? Die dolle poep van mij. Oh ja, die februari. Nee, mijn vriend zit tussen gas. Toen het nog buiten heel koud was. En nu is het de fotomomenten van Tessa. Leuke foto. Kijk, daar is mijn gele jurk aan. Ja, beter. Hij staat. Oh ja, we moesten een foto zien, terwijl dat ding schittert. Kijk even hoe je kijkt. Werkt ook echt, Tessa. Ik weet niet of ze het kunnen zien, maar... Ze staat weer heel prettig. Wauw, serious. Nou, als ik doorspoelen, dan zitten wij buiten. Oeh, gaan ze weer kinderlijk zijn. In de speeltuin. Kom ik daar met de kipsomval? Nou! En nou zitten we vast. Ja, ik kom er niet uit. Het grote los, zodat ik... Sorry!
daar allemaal mee speelt, en Erik kon ons er niet uit krijgen. Dan dacht ik eindelijk even dat ik de schommel van mezelf te hebben. Komt er weer een kip zonder kop aanrennen. En nu echt even. Papa! Ik zie je over een half uur. Zandbakje! Doei! Ik doe de aap dat ooit. Zo, lenig. Ben je dom uit te lachen? Wat je aan het doen bent. Nou, hebben we jij bent ook al goed in vloggen. Snoet. Ja. Die gaat even de schuif vloggen dan. Allemaal. Nou, nationale buitenspeeldag is al geweest. Dus ze zijn dus vandaag in de ja, Monika, nationale buitenspeeldag is al geweest. Vandaag ja. Wil ik dus nu met chill. Ja, soms moet ik maar even de aap uithangen. Ja. Nou, we gaan straks nog over naar de klimrekken. We zien verder. Ja. Oh ja. Wij zijn weer terug. Zo. Dat is best wel lenig, joh. Ja. Dan krijg je toch een beetje. Daar is een beest en die maakt je altijd gelijk. Hij moest je aan. Ja, ja dit zijn wel hele leuke momenten. Ja, dit zijn mooie momenten, joh. Ja. Hij moedigt je aan, hoor. Fantastisch. Nou, dan gaan we eventjes nog terug. Dat waren dus de beelden die we jullie even zo graag willen laten zien. Er zijn nog veel en veel meer vlogs, maar als we daar allemaal naar gaan kijken, dan zijn we morgen vroeg nog niet klaar. Nee. Ik zou zeggen, weet je, spit het gewoon even door, kijk gewoon even op dit kanaal, er zijn genoeg vlogs op, of ook een afspeellijst, er zijn genoeg oude beelden op. Vooral die ene die afgelopen maandag online is gekomen, die is afgelopen februari dit jaar gemaakt. Het was steenkoud, het is niet te doen om met de fiets zo ver weg te fietsen. Jammer dat hij niet meer in Nederland woont, want zo kon het nog. Maar er is één ding, ga die bekijken, die was heel leuk, wel een hele lange vlog, maar hij was leuk. En wat hij ook al zegt, spit even door, verdere leuke vlogs. Je komt zulke leuke momenten tegen, of het nou vlogs of de aflevering is. Lachcompilaties. We hebben van alles, ja, we hebben van alles. Lachcompilaties, die was ook leuk. Fabienne is ook al een keer een vlog geweest en daar heb ik altijd bij haar. Zij kan niet tegen als je een boer laat, gaat ze te kwartsen. Nou, en dat ziet er ook zo hilarisch uit. Weet je, spit het gewoon, bekijk de video's maar. Wanneer ze dronken was. Ook geniaal, oh ja, die was ook zo geniaal. Ik herinner nog die ene vlog dat ik de punaise in mijn kont had. We waren dus ergens voor iets speciaals van. Ja, dat houden we even. Ja, dat aan het dus opnemen. En toen ging ik op zijn bed zitten omdat ik me moest omkleden voor die opnames. En toen had nog allemaal van die dingetjes met punaises vast zitten boven zijn bed. Ja, het is een oudere huis, een oude appartement in Nede. Ik heb ook in Nede gewoond. Nede. En dat hebben jullie natuurlijk wel gezien. Nou, van ik boven bij de trap niet in mijn buik kon vallen. Lach maar. Nou, die was wel heel leuk, want op de bed lag dus een punaise en die lag dus namelijk met een punt omhoog en die ging er precies op zitten, dus een punaise zat hier. Precies. Dus daarom, weet je, als je nog beeld wil zien, kijk ze gewoon even naar op internet, ja. Er staan zulke leuke dingen op. Echt gewoon wel. Heel veel leuke dingen. Dus, maar we gaan nu even overschakelen naar de vlogcamera. 1, 2, 3. A few moments later. Ja, jullie zien het goed. Daar zijn we weer. En we hebben besloten om, weet je, het kan zijn dat het een beetje gaat sneeuwen, of dat sneeuwen, dat het een beetje gaat regenen en onweren, maar goed, weet je, soms moet je toch een beetje het risico nemen, vind ik. En uiteindelijk valt het misschien allemaal hartstikke mee, want het is sowieso binnen, het is binnen in Vaxel. Dus we zien het wel, we gaan maar eens gewoon rustig er naartoe fietsen en dan kijken wat het gaat worden. Dus let's go. Nou. Zo, daar zit je dan met je goede gedrag. Op de fiets, naar Vaxel. Op een leeg fiets, waarvan ik net met mijn teentjes bij de trappen kan. Serieus, dames en heren, we zitten. Het is heel de tijd.
de hele tijd aan het donderen boven. De lucht is ook behoorlijk grijs. Maar dat laten we ons niet door afleiden hoor. Wij gaan lekker naar Varssel. Toch nog. Eens even kijken nemen bij dat zomer in Gelderland. De allereerste keer van 2018. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat worden, hoe het allemaal eruit komt te zien straks. Ik ben zeer benieuwd. Met Monico erbij. Ja, je mag je buiten haar mist door de fiets. Wie niet een goede fiets is. Maar goed, ik kom in ieder geval vooruit. Dat dan wel. Als moest ik bij me achteraf. Dus ja. Niet meer vooruit. En dan is het geen pretje om 40 kilometer of 10 kilometer fietsen met dat soort dingetjes. Dus het is maar beter inderdaad dat we gewoon 11 kilometer kunnen fietsen. Want 40 kilometer of 11 kilometer fietsen met iemand achterop, dat is geen doen. En ik kan niet op een man fietsen. Ook dat. Er zit een stank tussen. Ook dat. Maar goed. Het weer valt nog mee, dus het is nog niet heel erg heftig. Maar goed, wie weet wat er allemaal nog kan gaan komen. Dat is het altijd nog even afwachten. Maar goed, voor nu gaat het in ieder geval super goed. Ja. Dus het gaat helemaal goed. Zien we jullie straks in Varssel. Tot straks. Zo mensen, ik zou je eigenlijk zeggen van welkom in Varssel zou ik willen zeggen. Maar ik wil jullie toch even eerst deze wolken laten zien. Jeetje. Ja, ze komen vrij dicht. Ja. Maar het lijkt serieus wel alsof we nou gewoon in een of andere, ja wat is het, in een duisternis of zo komen. Hier is het helemaal wit, helemaal weer vrolijk of zo. En daar is het gewoon helemaal donker en duister en zwak. Het is hier zo, ja weet niet, zo agressief aan die kant. Rollen van dag toe een beetje. Hè? Rollen van dag toe een beetje. Ja, dat bedoel ik, precies dat dus. Maar goed, laat ons niet tegenhouden, we gaan er gewoon voor. Ook vandaag gaan we er zeker weer voor. We zijn 8:30 dus. Precies, dus ook dit kunnen we makkelijk aan. Nou dames en heren, het kost wat moeite. Maar we zijn er hoor. We zijn er in Varssel. Nou, ondanks een klein beetje omfietsen, want het stond echt 100 keer in de witte fietsen, zijn we eindelijk. Kijk eens aan, de molen. En daarachter is het dus duidelijk de plek waar het gaat gebeuren. We gaan jullie zo laten zien. Want daar gebeurt van alles. Ja, ik hoor. Ik loop. Dames en heren, welkom op de Veluwe. Welkom in Harskamp. Klukken. Geef acht. En 1, 2, 3. Waar gebeurt er? Als je denkt, doe erop, ben je daar niet in de weg hoor. Welkom, hallo, vanuit Varssel. Welkom. Maar benieuwd, maar ik had al gezegd dat ik van Slotboom tweewielers ben. Nou, bij deze. Om 5:00 de parade gaan we repeteren, om 5:15 een decoropdracht met de scène en om 5:30 de muziek. A few moments later. Ja, een minuut later zien we er zo uit. Dat is mooi zo'n vliegtuig. Dat is heerlijk, Monica. Ja, oké. Okay. Dus met dat sjaaltje zo echt heel schoon. Het gaat zo beginnen met de uitzending, dat is super leuk. Oké, wat jullie nu zien, Angelique is dus bezig met de promo aan het maken. Voor tv dadelijk. Ze is dus nu bezig met de promo, zoals jullie kunnen zien. Ja, zo gaat het allemaal straks op televisie. Jullie moeten natuurlijk goed voorzien, Reinhard, pas op.
meisjes. Welkom vanuit de mooiste plaats van Gelderland. Welkom vanuit... Vijssel! Welkom in Varssel. Welkom op het mooiste stratencircuit van Nederland, de Varsselring. Hier is onze pitspoes, Angelique Kruger. Hey! Ach, hoe begint hier iedere dag weer, hè? Hallo, Varssel! Hey! Lukt hoor. Kijk eens. Hey! Een Landrover uit 1974. Nou, is bijna mijn bouwjaar. Wat een mooie wagen. Vet, hè? Ja, stijgenoemd. Ja. Stijgenoemd. Ja, zeker. Hij ruikt ook lekker. Coole bank en een vrouw achter het stuur, dat mag ik graag zien. Wie gaan er mee, Johan? Wie gaan er mee? Hanny en Gerrit, kom er eens bij. Jullie krijgen een opdracht, hè? 100 euro voor het einde van de uitzending terug. Nou, weten wij dat hier een nudistencamping zit? Ja, klopt. Noord-Dakota camping. Nou, daar gaan we niks mee doen, maar dat vond ik toch leuk om even te melden. Nee, wat we graag van jullie willen is dat jullie terugkomen met een kopje uit het Uitblaashuske. Ja? Met een handvol grind van de oprijlaan van huis Zelle. Nou, de eigenaars zijn hier, dus dat moet illegaal wel lukken. En verder willen we graag dat jullie eruit zien, en het liefst alle drie, als professionele golfers. Ja? Ja, gaat lukken denk ik. Ja, Gerrit, vertrouwen in? Ik denk het wel, ja. Ja? Het ziet er vast goed uit, juist goal. Marcel in anderhalve minuut. Voor jullie deelname. Muziek, we gaan er natuurlijk uit met het Zomer in Gelderland niet. En vanavond is dat E is MC kwadraat. Volg ons straks vooral nog even live op Facebook, als je dat leuk vindt. En kom morgen anders naar Beemte-Broekland, want daar staat het dorp behoorlijk op zijn kop. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Dag. Wat wel even die handen zo elkaar. Hey! Kun je nou een straatcircuit?
alleen fiets van mijn kont als het pijn doet. Wegzien. Ik vind het zo geniaal. Ze zit op een hele irritante fiets. En hij is ook nog te groot ook. Nou, maar ik kan net met mijn teentjes bij de trappen komen. En ik weet niet, jullie zien misschien al wel, ik ben helemaal verkleed. Als je daar zit, je wordt zo gegooid er zit. Je wordt al helemaal ondergegooid met sjaaltjes, met brilletjes. Nou ja, ik heb een sjaaltje. Ik heb een asociaal. Een hoedje die mij te groot was. Een hoedje, ja. Ja, die heb ik aan jou gedaan, omdat het bij jou beter paste. Ja, oh, bij mij beter past, is dat zo, ja? Ja. Oh ja. Ja. Maar goed, dat ja. Dat sjaaltje, dat asociaaltje wat je nu ziet. Nou, we kregen nog. Staat hij mee een beetje? Lichten. En een zonnebril. Ja, die zonnebril vind ik wel gaaf, ja. Ja, die heb ik ook. Eindelijk een bril om over mijn normale bril te zetten tegen de zon. Zodat ik hem normaal af moet doen. Die kan mooi bij mijn zonnebrillencollectie. Nee, is dat circus? Oh nee. Ik dacht dat het circus was, maar het is. Toch niet, zeg maar. Nou goed, eerst maar eens even lekker een patatje halen voor mijn winkel. Dus gaan we weer verder terug naar Borculo. Precies, dus dat. Zien jullie ons straks wel, ja. Tot straks. A few moments later. Zo, we zijn bijna in Rulo aangekomen. Het scheelt dan niet zo heel veel om te zeggen. En trouwens, wat we net dus hebben gedaan aan TV Gelderland, voor degenen die het nog niet hebben gezien, ik zal het linkje met de uitzending zelf even in de beschrijving zetten. Dat is misschien makkelijker. Dan kunnen jullie zien, dan moet je heel goed kijken. En zie je mij met het petje op, sjaaltje om en Monica zie je. Dus als je het wil kijken, ik zet het linkje even in de beschrijving. En dan kun je. Ik kom niet achteruit. Ze komt niet. Het is veel te groot voor mij. Ik wou dus zeggen tegen de kijkers dat ze. Dat ik het linkje van de uitzending van TV Gelderland even in de beschrijving zet. Dan kunnen ze ons zien in de uitzending. Oh. Want daarvoor zijn we. Als het goed is, zijn we gefilmd, ja. Dus ik zal het linkje van de uitzending even in de beschrijving zetten bij Vachtstel, onder in de beschrijving. Dan kun je het als goed zien, dus ik ben benieuwd of je ons kunt spotten. Laat maar even weten, ik ben super benieuwd. Maak alsmaar maar een screenshot en stuur het op. Wie weet kunnen we het dan eventjes. Nou ja, we gaan bekijken wie ons gespot heeft in de uitzending. Ik ben benieuwd, dus laat me zien. Zo, en we zijn in Ruurlo. Ja. En wat was het toch erg, hè? Het was hartstikke veel regen, veel onweer, allemaal wat ze voorspeld hadden. Precies. Dus we hebben niks in de hand gewoon, nou, serious. Nou, we zijn net op tijd, want nu gaat namelijk net de spoorweg op gang dicht. Ja, oh ja. We zijn net over de spoorweg op gang heen geweest. Dus nou, ik hoop het snel. Dat dan wel. Maar goed, we gaan eerst even lekker eten. Dus we zien zo. Wat, ik ben een piepo of zo? Nou ja, ik vroeg, heb je nog een slokje drinken? Maar ja, dat drinkt hij alles op. De bedoeling, krijg ik ook nog iets. Zuipt hij alles op. Zo, en hoe fijn die sjaal ook zit. Ik ga hem nu even af, want het ziet er echt een beetje gek. Ik weet, ik ben heel gek, maar ik vind het voor nu wel even mooi geweest. Anders kom ik daar een beetje zo uit. Hallo, niet dat ik wat tegen heb, maar dat ziet er gewoon heel apart uit. Met zo'n rode sjaal. Ja, jij met een rode overhemd dan. Nee, het is roze. Ja, dan zeg ik rood. Rood. Maar goed, laten we eens eerst even lekker gaan eten. Zo, en dan zit je dan lekker aan een patatje met een mayonaise. Even een tussenstap. Wat zeg je? Even een tussenstap. Nou, ja, dus we moeten nog een hele pak aan terug moeten fietsen en wij later weer komen. Ja, dat wel. Eten alsof je honger hebt. Heb je ook. Oh, wel lekker, of niet? A few moments later. Ja, en nou hebben we, ja. En het waait behoorlijk. Het begint nou wel zo langzamerhand te waaien, ja. Inderdaad, zo langzamerhand begint het toch een beetje te waaien. Het is niet fijn op deze fiets, maar nu zijn we ongeveer zo'n beetje. Maar we hebben wel één voordeel, want we zitten namelijk niet op de fiets. En we hebben de wind achter ons, dus we worden eigenlijk een beetje vooruit geduwd. Ja, dat is een klein beetje fijn. Het mooiste is, we gaan nu richting Kakenmaai heen en dat is niet meer zo heel ver gedaan. Nee, klopt. Maar wie had ook zo leuk, als je beetjes bij je ogen hebt waar je niet bij kunt. Ah, toch wel. Maar goed, het is nou beter. Nou ja, beter. Het is nou wel even beter als je bent gegeten. En nou ja, de lucht is niet helemaal. Het is een beetje grijzig. Dus je kunt zien. En het waait een beetje, ik weet niet of ik nog kan. Waait het weer hard? Oh joh! Dikke windvlaag, dikke vlaag! What the fuck is dit?
hartstikke mee met de wind. Totdat die wind maar niet kraam, joh. Sorry. Wel lekker een voeding zo. Dat is wel lekker. Nou, al die 30 graden die we gehad hebben afgelopen dagen. En die hittegolf. Er zit wel even lekker hoor, van afkoeling. Regen is mooi, totdat je er meer in zit. Ja, dan wordt het anders. En niet thuis bent en bij een ander bent. Dan wordt het anders, ja. En dat je boven bent voor goed bestand. Droge kleren meegenomen. Ook dat, ja. Maar nee, de waaien is lekker. Ik kan tenminste met je een klein beetje bijhouden met de wind. En nu wel, hè? Ja. Helemaal grijs, het is een beetje, het is niet echt overheersend, maar het waait gewoon wel dat is. Ik weet ook niet of jullie kunnen verstaan, maar het waait op een of andere manier heel goed nou. Maar de zuin is een beetje. Ja, toch wel hè? Krijg een, als je niet oppassen voor de zuin, zal ik koud gaan blazen. Weet jullie dat begin van het jaar hè, als jullie misschien niet aan de Achterhoek Gelderland of zo woont, dat er dus hele harde windvlagen waren. Dat je gewoon haast niet vooruit en dan was het vooral via de zijkant. Je gaat misschien naar Luisteraar, naar Enkelveld, of naar Neder, of was het dan met de fiets. Ja, dat is gewoon niet te doen. Maar bij de ene fiets je drie kwartier en de andere een half uur. Dus allemaal omleidingen. Als je fiets langer en met harde wind, doe je er nog langer over. Dus ja, zo zeg ik wel dat ik nu mijn rijbewijs al had. Met geluk heb ik hem over 2-3 maanden. Gaan we vanuit voor de winter. Misschien dat jullie mij in de volgende vlog of een paar maanden zien met een auto. Maar nou, dat kan ik nog niet beloven. Daar houden we je aan. Hè? Dus over een paar maanden kan het dus zijn dat ze inderdaad die auto heeft. Dat zou toch super nice zijn. Maar dat kan ik niet beloven. Hè? Dat kan nog van alles fout gaan. Dan zitten we tenminste niet meer in deze storm. Altijd goed. Tenminste, ja, storm. Het is niet echt storm. Het is gewoon meer een beetje wind. Een beetje dit, een beetje dat. Verder niks ernstigs, maar. Tenminste, zolang het nog goed gaat, natuurlijk. Ik weet niet dat het nog wel misgaat. Als het er nu naar uitziet. Ik heb volgende week vrijdag mijn tussentijds toets. En daarna gaan we kijken of ik goed genoeg ben om ooit af te mogen rijden. Nou, dus als wie weet. Dus ik wil volgende week nog als een gek gaan plannen. Nou, gewoon naar meer rijlessen. Na de toets natuurlijk, want ik heb natuurlijk niks meer staan. Maar we gaan er vanuit, als het zo doorgaat, dat ik misschien eind september of oktober, misschien wel november, met in ieder geval voor december wil ik hem hebben. Nou, wie weet dus. En waarschijnlijk heb ik hem dan. Wie weet zien jullie me dan met een auto. Een keer ja. Misschien in een vlog binnenkort. A few moments later. Ja, dames en heren, we zijn er weer. En jullie zien het goed, ik heb Lisbeth bij me staan. En Monica, Lisbeth was enorm fan van de scène uit een intro, dat Monica heel de tijd... een rondje gaat zitten draaien. Ja, dat dus. En ze wilden samen even op de foto. Dus zeg maar hoe jullie willen gaan staan bij de foto willen. Zullen even een paar leuke foto's maken? Ja, dat wil ik zo. Ja? Oké, okay, gaan we vlaggen. Oké, okay. Nou heel goed. Okay, dat was een top. Zo dames en heren, ben je thuis en dan zit je eruit en ik gewoon. En dan zie je gewoon jezelf terug op televisie. Hoe mooi is dat? Ik zal uiteraard ook nog eventjes nogmaals dat linkje in de beschrijving zetten van dat je ons op tv ziet. Superleuk, we zitten helemaal onderaan met mijn petje zo. Dus je ziet ons vast wel verschijnen. Ik wil zeggen, gewoon even kijken op het linkje inderdaad van Mythisch of van Omroep Gelderland. Dan zie je ons verschijnen. Dus zeker weten te doen, want hij is zo leuk geworden. De uitzending is zo ontzettend top geworden, dus zeker weten te doen. Ja, ik wil hierbij bedanken voor het kijken. Hopelijk heb je allemaal een beetje van genoten doen. Zeker weten van dat blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden is het nog niet gedaan. Dan zie ik jullie allemaal morgen om 7 uur bij een gloednieuwe vlog. En natuurlijk zeg ik zoals altijd. Peace out. This is power.